Elk jaar hebben we weer wat primeurs en ook dit jaar weer op de Udense kermis. En daar zijn we heel erg trots op. Met veel spektakel werd in het gemeentehuis van Uden het programma van de Mega Kermis Uden 2019 gepresenteerd. Een kermis die jaarlijks 300.000 bezoekers trekt en jaarlijks ook probeert grote broer Tilburg de loef af te steken. We hebben bijvoorbeeld de Devil Rock, die komt als eerste naar Uden. We hebben de Lasertag Arena, die komt uit Duitsland. En niet verkeerd om te benoemen is ook dat de Flyer weer terugkomt. We hebben de Fun Factory. De kermis in Uden telt dit jaar 90 attracties. En in tegenstelling tot Tilburg betalen ze de exploitanten geen geld om met hun attractie naar Uden te komen. Ja, dat doen wij niet. Wij geloven gewoon in onze eigen kracht en wij hoeven dus niet te betalen aan exploitanten om hier naartoe te komen. Dat is een keuze die Tilburg maakt. Wat vind jij van die ontwikkeling? Ja, dat is een keuze die Tilburg maakt. Nee, dat vraag ik niet. Wat vind jij van die ontwikkeling als kermiswethouder? Ja, dat moet Tilburg zelf weten. Voorzitter Atze Lubach van de kermisbond BOVAC, die weet dat Tilburg heeft betaald voor een reuzenrad. Zijn mening? Soms kan het niet anders. Men is op zoek, zowel in Nederland als in het buitenland, naar de topzaken. Ja, en daar moet je, om weer terug te komen op het reuzenrad, dan moet je af en toe dus met andere constructies komen om zo'n zaak voor jouw topkermis vast te leggen. De kermissen van Uden en Tilburg die vinden dit jaar op precies dezelfde data plaats. Uden of Tilburg? Ik ga niet kiezen. Namelijk van 19 tot en met 28 juli. Dus de voorzitter van de kermisbond BOVAC die moet wel kiezen. Uden is voor mij relaxter. Tilburg is werken.